Nou, Sarah, ben ik klaar voor? Ja. Oké, ready? Ja. Dit is een leuke. Okay. Wat weet je nog van onze eerste ontmoeting? Oh, jeetje, dat... jij stond echt een wereldpot te keepen. Dat weet ik, dat weet ik nog wel. Want toen speelden wij met VVJ tegen jou op Vreeswijk. Ja. En ik weet ook nog dat je die bal uit de kruising haalde. Dat vergeet ik echt mijn leven niet meer. Ja, ik weet dat ook nog, die wedstrijd, want jij was zo snel. En ik dacht echt, jeetje, dit is echt niet normaal. Maar wanneer werden we dan echt... Ja, wij zijn wel vrienden. Wanneer werden ja, we vrienden? Ja, zeker. Jij bent een van mijn beste vrienden. Dat kan ik wel zeggen. Maar dat is gekomen toen we... Bij Utrecht gingen voetballen. Ja, Utrecht en Seestem heb ik toch ook een tijdje... Seestem, daar begonnen we, ja. Ja, Seestem begonnen we. En daar toen... kwamen we in hetzelfde team. Ja, inderdaad. En dus bij Utrecht. Ja, Seestem-Utrecht. Want ik moest eerst 2 maanden bij... Utrecht aansluiten, want ik was nog te jong. En toen daarna mocht ik aansluiten bij Utrecht. Oké, nou ben ik benieuwd. Omschrijf mij in 3 woorden. Oh, 3 woorden krijg ik om dit. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Eigenzinnig. Okay. Omdat ik echt vind dat jij je eigen stijl hebt ontwikkeld. Maar ook gewoon wie jij bent geworden. Ja, ik ken jou gewoon al heel lang, waar je vandaan komt. Ja, hoe jij je echt, zeg maar, tot Sjaan, zeg maar, hebt gemaakt. Dat vind ik wel, heb jij wel echt op je eigen manier gedaan. En ook echt hoe jij het zelf wilde. Zie je dat als positief? Ja, zeker. Maar heb je ook heel veel, je hebt me ook wel echt zien vallen en opstaan, waardoor ja. je... Want jij hebt mij af en toe wel even moeten corrigeren. Ja. Ja, maar zo was jij altijd wel in mijn leven. Op een goede manier. We hebben ook nog heel lang samen bij Twente in 1 huis gewoond. Mm-hmm. Ja, dan moest jij wel gewoon naar school gaan 's ochtends. Dan ging jij wel gewoon de klop op de deur naar school, jij. En als ik niks zei, dan kwam je gewoon binnen stormen. Ja, jij moest wel naar school, ja. Ja, dat ging wel echt gebeuren. Maar als ik dan nu kijk, zeg maar, wat je bent geworden en hoe jij jezelf ontwikkeld hebt, dan heb je dat wel helemaal zelf op jouw manier, zeg maar, gedaan. Dus dat vind, dat vind ik wel heel knap. Creatief. Okay. Dat denk ik dat het beste past bij hoe jij uiterlijk en innerlijk, zeg maar, combineert. Dus uiterlijk, nou ja, dat spreekt misschien wel voor zich, maar jij hebt helemaal daarin je eigen weg en je eigen stijl gevonden. En van binnen creatief, omdat jij altijd een oplossing hebt voor hetgeen wat jij wil bereiken. Jij pakt een doel en dan zorg jij ervoor dat je dat links of rechtsom, dus of het nou op het veld is of naast het veld, zorg jij ervoor dat je dat op jouw manier gaat bereiken. Derde woord wat ik bij jou vind passen. Ja, als ik een hele simpele zou doen, zou ik gewoon zeggen leuk. Omdat ik gewoon echt vind dat jij gewoon leuk bent in een groep. In de omgang, maar ook als jezelf. Dus als ik met jou koffie ga drinken, dan zie ik eigenlijk dezelfde Sjaan, zeg maar, dan die ik zie in een team. Ja. Oké, nou mooi. Dankjewel, Sarah, voor je mooie woorden. Wow, op welke manier zijn wij tegenpolen en op welke manier lijken we op elkaar? Oh, nou, we kunnen inderdaad enorm veel op elkaar lijken ook wel, hoor. En wanneer we op elkaar lijken, dan zijn we ook elkaars tegenpolen. Want dan botsen we wel echt. En op dat moment moet ik jou even laten of jij mij laten, want anders gaat het goed mis. We hebben zelf ook een momentje gehad op het WK. Oh, ja. Dat hoeven we nu niet helemaal niet te benoemen, maar daar kwam jij op het verkeerde moment bij mij binnen. Ja. Waardoor ik even gewoon helemaal pislink was, maar dan is het bij ons ook echt wel een uur later van... We lossen het heel goed op. We lossen het wel op. Ja. En op welke manier lijken we niet op elkaar? Nou, in het structuur dat jij in je leven hebt. jij hebt gewoon alles heel erg netjes op orde. En ik ben niet een chaot, maar jij bent wel echt van alles gewoon op orde hebben. Ook thuis en met alles. En ja, daarin keek ik ook heel erg tegen jou op en nog steeds. Ja, jij bent... Twijfel jij wel eens aan jezelf? En waarom? Oh, de hele dag door. Ja, deze vraag is echt too easy. Ja, waarom? Ja, ik twijfel over alles. Ik weet niet, als ik iets heb, dan kan het altijd op deze manier. Mm-hmm. Kan het, maar het kan ook op de andere manier. Maar dat komt ook omdat jij een perfectionist bent. Ja, heel erg. Ja, en dan twijfel je alleen heel het beste. Snel. Ja. Ja. En daardoor ga jij heel erg twijfelen. Ja. En dan kan je ook heel boos op jezelf worden. Ja. En dan kan op dat moment niemand jou helpen even. Nee, maar twijfel is...
denk ik, ja, dat is denk ik mijn kwaliteit en mijn grootste valkuil. En is dat vooral, heb je dat dus ook op het veld dat je aan jezelf twijfelt? Ja. Dus je neemt het echt op het veld mee en zodra je van het veld afstapt, neem je het eigenlijk ook mee? Ja. Maar het is ook wel een soort, ja, het is bijna een soort lifestyle, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is ook iets wat heel erg bij mij past en waar ik ook, zeg maar, weer heel veel kracht uithaal. Mm-hmm. Want het is niet zo dat ik niet in mezelf geloof. Nee. Alleen, ik zal wel altijd blijven twijfelen of ik het goede doe om het goede resultaat te halen. Wie of wat motiveert jou als je in een mindere fase zit? Oh, wauw. Nou, dat ben jij, mijn moeder en mijn vriendin, die is dat ook echt geworden. We zijn nu bijna 2 jaar samen, dus die is daarin ook nu wel een belangrijke schakel. Maar ik heb er niet heel veel en dat is zeker mama. Voordat ik naar Nederland zelf ging, nu ook, was ik echt met een rotgevoel opgestaan. En dan weet ik ook echt dat ik haar even moet bellen. Dan denk ik van oké, voordat ik de auto uitstap, moet ik heel even mijn moeder gesproken hebben. Wat zeg je moeder dan? Nou, eerst zeg ik, mam, ik bel je even, want ik ben echt met een rotgevoel opgestaan. Waarom, lieverd? Kijk waar je bent, kijk waar je staat. En dat, zo ver ben je gekomen door de persoon die jij bent. Je hebt heel veel ups en downs gehad. Maar vooral toen het minder ging, was jij zo sterk om weer op te staan. Dus waarom zou je je nu rot voelen? Je stapt zo meteen die auto uit, je gaat met een grote glimlach het Nederlandse, je stapt het hotel binnen en je gaat genieten met die meiden. Op momenten dat ik het moeilijk heb, dan kan je het heel goed aan me zien, maar dan kreeg ik van jou een appje van Sjaan, ik ben echt trots op hoe je het doet. En dat kwam echt op momenten wanneer ik het helemaal niet verwachtte. En dan raakt het me juist, dan komt het bij me binnen en ja, dat is voor mij wel echt heel erg belangrijk. Maar eigenlijk is het dus wie of wat motiveert jou? Dat is gewoon een stukje liefde. Ja, het is van thuis, van familie, van het voetballen. Ja, ik geef heel veel om liefde. Als ik dat voel dan, en oprechte liefde, als ik dat voel, dan is het bij mij al heel snel goed. Oh, ik zie niet meer heel veel papiertjes liggen. Oh. In welk opzicht ben jij het meest veranderd ten opzichte van het begin van je carrière? Dat is wel echt een goede vraag. Dat is echt een diepe vraag. Hè? In het begin zei ik altijd, ik wil de beste sari worden die er is. Ja. En later heb ik dat eigenlijk veranderd in, ik wil de beste worden. En dat is eigenlijk één woordje, zeg maar, verschil. Mm-hmm. En toch is dat een heel groot verschil geweest in... En waarom heb je dat je veranderd? Waarom heb je die zin überhaupt veranderd? Dat weet ik dus niet. Maar in het begin wilde ik er gewoon alles uithalen en... Waar mijn grens lag, ja, ik heb die nooit, zeg maar... Ik heb nooit gedacht dat die hier mocht liggen, zeg maar. Nee. En daarom had ik gewoon voor mezelf, het maakt niet uit wat ik ga doen in mijn leven. Maar als ik iets ga doen, dan ga ik er 300% voor. En dan geef ik niet op voordat ik heb wat ik wil. Alleen op een gegeven moment wordt het verwachtingspatroon wordt steeds hoger. En ga je zelf mee in het verwachtingspatroon, wat er gecreëerd wordt. Ja. En dat woordje sari... Dat ging steeds meer weg eigenlijk. Mm-hmm. En als je dan naar de zin kijkt, ik wil de beste worden. Dat is zo algemeen en dat is zoiets groot en zoiets onhaalbaars. Want wat is de beste? Is er ooit een beste? En ik denk dat dat wel een groot verschil is geweest in hoe ik startte. Ja. En nou ja, in de loop zeg maar van de weg. Ik ben de laatste, hè? Ik mag deze pakken. Is wel een leuke. Oh, oké. Okay. Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit? Oh, dat is ook echt een vraag voor mij. Nou ja, ik hoop met lieve kindjes, met mijn vriendin. En dat we ook gewoon samen in Nederland wonen en een heel gelukkig gezin zijn. En waar echt alles kan, waar iedereen zichzelf kan zijn thuis. En ook durf te zijn. En dat ik echt de liefste mama van de wereld mag zijn. En daarnaast, ja, wil ik een eigen bedrijfje. Maar weet je, als je geniet... Als je je liefde geeft aan anderen, krijg je ook heel veel terug. Dus dan hoop ik dat alle dromen die ik heb, die dan ook zullen uitkomen. En wij gaan elkaar in de toekomst sowieso zien. Ja, wij wonen 20 minuten van elkaar. Ja, en al was het niet zo saai, dan gingen we elkaar ook zien. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat gaat niet meer veranderen. Nee, nooit. Nee, familie, gouden team. Zeker saai. We zijn er doorheen. Ja, en het was ook heel leuk. Ik vond het heel leuk om te doen.